Het is echt veel en ik wil dat echt graag afkrijgen. Eindelijk in de auto. En toen keek ik op de klok en dacht ik, oeh, over 2 minuten. Ik maak echt een lijst met echt de meest random dingen. En toen zei ze, het is ook echt Blue Monday vandaag. Goedemorgen, het is maandag. Ik moest even nadenken terwijl het de eerste dag van de week is. Ik ben wel aangekleed en opgemaakt. Want we moeten zo de deur uit. Ga ik even het retourpakket van de week terugbrengen. We moeten zelf de schoolwerk ophalen. En ik had ook nog batterijen voor school verzameld. Dus we hebben al die spullen helemaal klaar. En dat gaan we zo even doen. En dan gaat zij aan de school. Die heeft ook bellen met de juffen en de klas. Dus een volle dag en ik heb een to-do list voor mezelf gemaakt. Ik doe het meestal s'avonds voor ik ga slapen of in bed als ik niet kan slapen. Het is echt veel en ik wil dat echt graag afkrijgen. Eindelijk in de auto. Zo, was ook niet heel snel en ik ben echt met zo'n hoofdpijn naar bed gekomen. Ik weet niet of ik dat net verteld heb. Maar ik ging voor mijn doen redelijk betijds naar bed. En kon al niet slapen, kon mijn houding niet vinden, het lag gewoon niet lekker. En toen ik eindelijk in slaap ben gevallen, toen werd jij op een gegeven moment wakker, niet lang daarna. Dus toen was ik weer wakker. En nou, toen ben ik uiteindelijk weer in slaap gevallen. Toen ging Marco's wekker, toen werd jij ook wakker. Nou, vanaf dat punt heb ik eigenlijk ook niet echt meer geslapen. Dus ik denk dat ik 3 uur geslapen heb. Maar niet op een fijne manier ook. Dus... Nou, we gaan het gewoon zien. Maar door mijn wekker ook, want mijn wekker ging ook. Ja, dat was later, toch? Ja, 6:15. Nee, papa's wekker ging 6:15. Ik had hem op 6:15. Op 6:15? Ik had 6:15. Oké. Maar jij stelt ook heel vaak de tijd anders in, want jij zit te veel in de knopjes, dus... Die werken klopt voor gemeente elke keer. Ja, het was voor gisteren, voor Natanja. Ja. We zijn nog even thuis. Zij was de school aan het doen, maar die gaat nu videobellen met een gedeelte van de klas. Dus die zit klaar. En met de juf. Ja. Oh ja, en ik had thee gezet. Die moet ik ook eens gaan drinken. Maar ik ging even buiten wat weggooien. En toen kwam de buurman, die had nog een bordje van mij. Echt al, nou, een maand of zo dat hij bij hem staat. Maar ik dacht elke keer op de raarste tijdstippen aan en hij dus ook. Dus toen stond nog even een praatje te maken. En toen keek ik op de klok en dacht ik, oeh, over 2 minuten hebben ze video wel aan. Mijn lippen zijn trouwens zo droog. Het lijstje insmeren, maar ze blijven droog. Sarah heeft eindelijk de school af. Echt super fijn. En die is nu bij Mila. Mila was vandaag op school. Want haar moeder valt onder de beroepen dat ze dus af en toe wel naar school kan. En die zagen we al en toen hadden de meiden het al over gehad om samen te gaan spelen. Dus Mila stond net al met de oma hier voor de deur. En toen hadden we afgesproken dat ze klaar zijn met school. Dan had Mila nog even een uurtje met de oma eerst alleen. En dan kon ze daar spelen. Nou, toen was gelukkig het school zo af. Alleen zag ik net dat ze 1 taakje wat ze nog moest doen had laten liggen. Dus die heb ik klaargelegd als ze terugkomt. Dan kan ze die nog even doen. En ik ben... Nog steeds bezig met mijn to-do-lijst, maar mijn hoofd knalt nog steeds uit elkaar. Dus snel gaat het niet. Maar ik doe mijn best en ik probeer het gewoon puntgewijs, stap voor stap, een taakje af te maken. Dan heb ik toch nog wel wat dingetjes gedaan. En normaal, dan doe je een heleboel dingen bij elkaar of door elkaar. Of dan pak ik dit, terwijl ik naar dat loop en dan heb ik een hoop gedaan. Maar ik krijg dat gewoon niet voor elkaar vandaag. Dus nu maar anders, maar goed, dan kom ik er vanzelf ook. Wat ga ik nu doen? Ik heb mijn thee gezet, maar die is nu toch nog te heet. Dus. Ik ga zo even kijken welke was te droog is. En dat vast opruimen staat ook op mijn to-do-lijst de was. Ik maak echt een lijst met echt de meest random dingen. Van bed opmaken tot eten klaarzetten. Maar ook als ik een telefoontje moet plegen. En dat werkt heel goed als ik echt elk dingetje er klein op zet.
Want anders vergeet ik altijd alsnog dingen. Dus, ja, dat is het eerste wat ik nu zo ga doen. Ik heb echt gewoon nog steeds hoofdpijn. Het is wel iets minder geworden, maar het gaat gewoon niet weg vandaag. Maar ik had er niet aan de lijn. En we hadden het over dingen en ik zeg, ik heb echt zo'n rotdag. Hoofdpijn gaat niet weg en ik krijg niks gedaan en noem maar op. En toen zei ze, het is ook echt Blue Monday vandaag. Dus het is voor mij gewoon de ultieme Blue Monday. Ik heb normaal nooit wat met dat soort dagen. Maar ik wist ook echt niet dat dat vandaag was eigenlijk. Dus ja, laten we dat maar als verklaring nemen. Dan is het morgen gewoon geen Blue Monday meer. En dan moet het allemaal klaar zijn. Laten we het daar ophouden. Marcus nog heel veel de deur uit. Ik moest nog wat dingetjes regelen voor werk. En ik moet eigenlijk editen, maar ik heb geen zin. Dus ik ga lekker eerst met thee Ozark kijken. En gewoon even chill. En ja, dan maar toegeven aan deze dag. En dan kijk ik of ik zo wat kan doen. Ik had wel mijn beeld al ingeladen, dus hij staat wel klaar. Maar ik kan me er gewoon niet toe zetten om iets te doen. Dus ja, en vandaag is dus ook weer een vlog van niks. Maar ik zit echt te denken met alles. Die lamella, dat komt echt. Iedereen komt er altijd tegenaan. Dus moet ze vervangen, maar we moeten hier nog zoveel doen. Maar goed, wat was ik aan het vertellen? Hey, je kan zo weinig. Dus ik vind het ook momenteel echt wel moeilijk om een beetje leuke vlogs te maken. Want het is gewoon homeschool en wat dingen doen in huis. En dan is eigenlijk bijna de dag al om. Dus er gebeurt niet veel. Sarah is ook niet de allersnelste met schoolwerk. Dus dan houden we gewoon zo weinig tijd over. Heel veel vloggen tussendoor is voor haar weer afleiding. Dus ik vind het lastig. En ik hoop gewoon dat alles snel weer normaal is. Want dan kunnen we weer meer wat. Eindelijk begint mijn hoofdpijn te zakken. En nu wil ik naar bed. Dan moet ik wel zeggen dat ik dat heel vaak heb. Rond de tijd dat ik naar bed ga, dan voel ik me beter. Maar ik hoop maar dat dit het was. En dat ik me voor morgen ook weer helemaal gewoon top voel. Ik ga nu snel in ieder geval slapen. En het licht, ik weet niet wat het is. Zo dan maar. Ik ga snel mijn bed in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!